Tot slot wil ik van hoog succes nog één iets benadrukken. Dat is de temperatuurverandering bij de beïnvloeding van evenwichten. Dat staat in het boek beschreven op een manier, ja, daar ben ik zelf niet zo blij mee. Ik doe dat liever op een andere manier. Dus ik ga nu iets uitleggen op een andere manier dan in het boek staat. Ik ga ook meer vertellen dan in het boek staat. Want er is iets, dat is zo simpelheid, dat is zo jammer dat jullie dat anders niet te horen krijgen. Het gaat om het volgende. Het komt uit de thermodynamica. Uit de thermodynamica gebruiken we twee processen, twee termen, dat is de entropie en de enthalpie. Dat zijn gewoon een beetje moeilijke woorden voor, nou, entropie is wanorde. En entropie, dat betreft de energie. Nou, uit de thermodynamica maken we op dat er twee redenen zijn voor een reactie. Alles streeft in de natuur naar wanorde. Dat is de ene reden. De andere reden is, alles streeft in de natuur naar minimale energie. Nou, om dan met het laatste voorbeeld te beginnen. Gebruiken we bij natuurkunde bij de zwaartekracht. Waarom valt, als ik dit loslaat, valt het naar beneden? Omdat het beneden minder zwaartekrachtenergie heeft dan hoger. En omdat alles streeft naar minimale energie, valt iets naar beneden. De vraag is misschien die in je opkomt van, ja, maar waarom valt het dan naar beneden? Waarom heeft het beneden minder energie? Dat is meer een filosofische vraag. We gaan even uit van de begrippen. Alles streeft naar minimale energie. Die andere is de wanorde, alles streeft naar maximale wanorde. Nou, hoe kun je dat aan de hand van een eenvoudig voorbeeld laten zien? Als ik in het praktijklokaal scheikunde in de hoek, ik heb daar op de tafel een gaskraan staan. Als ik die gaskraan gedurende een minuut openzet, dan kun je na een verloop van tijd achter in het lokaal kun je gas ruiken. Hoe komt dat? Die moleculen gas die zijn helemaal verspreid over de ruimte. Ja, waarom doen ze dat? Nou, alles streeft naar maximale wanorde. En wanorde wil zeggen verspreiden over de ruimte. Wanorde veroorzaken. Je kan het ook bij je thuis zien. Er is ongetwijfeld iemand die af en toe tegen je zegt, ruim je bureau op of ruim je kamer op. Als je aan het studeren bent, nou, je hoeft het niet uit te leggen, maar ongetwijfeld liggen de boeken her en der over je bureau en misschien in je kamer. Ik weet niet hoe je woont, hoe je studeert. Maar sommige, of betreffende je kleren, ongetwijfeld zijn er mensen die dan zeggen van je kamer is een wanorde, is een zooi, ruim de spullen op. En dan moet je dus energie in stoppen om alles weer netjes op stapels te leggen, alles te ordenen. Het is een natuurwet dat het zich gaat verspreiden. Nou, die twee moet je in het achterhoofd houden bij reactievergelijkingen. Kijk, we hadden gezien, er zijn aflopende reacties en er zijn evenwichtsreacties. De omkeerbare, die laat ik even in het midden, die zijn verder helemaal niet interessant in dit gegeven. Aflopende reactie. Als ik een lucifer afstrijk. Wacht, ik pak hem wel even eentje. Ja, daar ben ik weer. Ik heb een doosje lucifers gepakt. Ja, ik heb al eerder een eentje afgestreken, volgens mij in een andere kader. Zo'n lucifer is een mooi compact geheel. Ze liggen allemaal netjes in een doosje, dus de wanorde is klein. Als ik hem afstrijk, dan stop ik er energie in, dus activeringsenergie. De lucifer gaat branden, er komt energie vrij in de vorm van warmte en van licht. Ik hoor hem ook nog wat knappen, dus ook akoestische energie. Dus de energie wordt omgezet. De lucifer krijgt een, als afgefikt geheel, een lagere energiehoeveelheid. Dus hij streeft naar minimale energie. Hoe zit het met de wanorde? Nou, het hout wordt omgezet in CO2 en H2O. En dus er komt zoveel warmte bij vrij dat het H2O gasvormig is. Dat zijn gassen die verspreiden zich over de ruimte. Dus de wanorde neemt toe. Dus daarom is het een aflopende reactie. Als je nou een evenwichtsreactie hebt, dan is er altijd één reden die voor de ene kant naar de andere kant gunstig is. En dan is de andere reden voor de andere kant naar de ene kant gunstig. Ja? Zullen we even kijken naar een voorbeeld. Dit zijn evenwichtsreacties in binas. Moment.
Ja, dat was even een oponthoud net. Ik moet even weer mijn verhaal terug zien te pakken. We hebben dus wanorde en energie als twee drijfveren voor een reactie. Dan gaan we eens kijken naar de evenwichtsreacties die staan in BINAS. Tabel, wat was die ook alweer? Weet ik niet meer, dit nummer is weggevallen. 57 geloof ik. De bereiding van ammoniak. Ammoniak, dat is NH3. Die kun je bereiden uit stikstofgas en waterstofgas. Nou, dat staat hier. Dat is een evenwichtsreactie. Dan gaan we even kijken hoe dat zit met die gassen. Dan heb ik links twee verschillende gassen. En maar liefst vier moleculen. Dus één stikstof en drie waterstof. Rechts heb ik twee NH3 moleculen. Waar verwacht je nou dat de chaos het grootst is? Links of rechts? Ja, ligt voor de hand, denk ik. De chaos aan de linkerkant is groter. Want dan heb ik meer moleculen en ook nog twee soorten. Rechts heb ik twee dezelfde moleculen, dus links is de chaos het grootst. Dus dat betekent dan links, dat was wel erg dik, opnieuw, naar links, toename, chaos. Dus dat is gunstig. Dat betekent dat naar rechts de andere drijfveer gunstig moet zijn. Dus dat is min delta E, oftewel exotherm. Dat is toch bijzonder, hè? Dat je kan zien aan de reactievergelijking welke kant die exotherm is. Dat kun je gewoon zien, door het een beetje te beredeneren. Dus van links naar rechts is exotherm. Dan gaan we eens even kijken of dat klopt. Voor zo'n evenwichtsreactie kun je een evenwichtsconstante opstellen. Die is K, is, nou wat rechts staat komt bovenin, dus dat is NH3. Tussen die haken, en die moet dan in het kwadraat, gedeeld door N2, tussen haken, maal H2, tot de macht 3. Wat gebeurt er nou met de temperatuur? Wat gebeurt er nou met de K als de temperatuur toeneemt? Nou, ik heb hier een temperatuur van 298 Kelvin en hier van 500. Dus naar rechts wordt de temperatuur groter. Wat gebeurt er met K als ik naar rechts ga? Nou, hier zie ik 10 tot de macht 5. En hier zie ik 10 tot de macht min 1. Dus die wordt kleiner. Als de K kleiner wordt, wat gebeurt er dan met de ligging van het evenwicht? Nou, de K wordt kleiner, dus deze K die wordt kleiner. Dus dat betekent dat NH3 kleiner wordt. Of N2H2 wordt groter. Dus dat betekent dat die meer naar links gaat. Ja. Dus bij een toenemende temperatuur wordt de K kleiner en dan gaat de reactie meer naar links. Kunnen we dat nou ook begrijpen met de verstoring van de evenwichten? Als de temperatuur toeneemt, hoger wordt, wil het systeem de temperatuur verlagen. Dus gaat die meer naar de endotherme kant. Als die naar de exotherme kant zou gaan, dan komt er nog meer warmte vrij, wordt het systeem nog warmer. Ja, dus je gaat de temperatuur van het geheel verwarmen, dan gaat de reactie daarop reageren, het evenwicht, door naar de endotherme kant te gaan. Nou, de exotherme kant is naar rechts, heb ik net beredeneerd, dus de endotherme kant is naar links. Dus het klopt. Prachtig. Elke keer ben ik weer verbaasd van de simpelheid van de thermodynamica. Ja. Denk hier eens goed over na en kom met vragen in de les. Kijk, we kunnen nog wel een ander doen. Dat is meer van hetzelfde, maar dat geeft niet. Even deze weg. Wacht, ik zet hem maar even stop. Dan hoeven jullie niet... Zo, daar ben ik weer. Doet hij het ook? Ja, hij doet het. Laten we deze reacties gaan. Die lijkt me wat lastiger. Koolstof reageert met CO2. En koolstof is vast. En dan ontstaat er twee koolstofmonoxide. Hoe zit het daar? Nou, als je de K opstelt, de K is wat rechts staat, komt boven, wat links staat, komt onder. Alleen wat links staat, daar staat ook nog een vaste stof. En de vaste stoffen, die neem je niet op in de evenwichtsvoorwaarden. Dus dat is CO2 gedeeld door CO in het kwadraat gedeeld door CO2. En die
Vaste stof, die staat er dus niet in. En dat is eigenlijk de KP, maar goed. Mag ook voor concentraties, want daar geldt dezelfde redenering voor. Wat is nu de exotherme kant en wat is de endotherme kant? Nou, die is precies tegenovergesteld. De exotherme kant als de kant dat de wanorde toeneemt. Waar is de wanorde het grootst? Nou, ik heb rechts twee moleculen CO. Ik heb links één molecuul CO2 die in de evenwichtsvoorwaarden staan. Koolstof is de vaste stof, die doet niet mee in de wanorde. Dus naar rechts neemt de wanorde toe. Dus dan neemt naar links de energie af. Dus dat betekent naar links is de exotherme kant. Dus als ik dit evenwicht zou gaan verwarmen, dan gaat hij naar de endotherme kant, dan gaat hij naar rechts. En als hij naar rechts gaat, dan krijg ik meer CO, koolstofmonoxide. En als ik meer van die krijg, dan wordt de K groter. Dus de temperatuur groter, K groter. Gaan we eens even kijken wat er staat in de tabel. Bij 25 graden Celsius heb ik een K van 10 tot de macht min 21. Dat is een erg klein getal. Als ik de temperatuur verhoog, dan gaat de K van 10-21 naar 10-9, naar 10-3, naar 1,6. Dus de K wordt groter. Nou, het is altijd fijn dat het allemaal weer klopt. Maar je kunt dus even samenvatten. Met de thermodynamica heb je twee begrippen nodig. Wanorde en energie. Met mooie woorden entropie en enthalpie, afgekort plus delta S en min delta H. Dat zijn de strevens van de reactie, plus delta plus delta S en min delta H. Ja, we moeten dat goed zeggen. Dus de wanorde moet toenemen, de energie moet afnemen. En als daar wordt voldaan, zit de reactie op zijn plek. Dynamiet. Dat is een sprengstof. Dynamiet is vrij compact. Als je dat aansteekt, krijg je een grote ontploffing. En hoe komt dat? Die vaste stof wordt allemaal omgezet in gassen. Dus de wanorde neemt gigantisch toe. En er komt veel energie vrij. Dus er is ook een grote enthalpieverandering. En omdat die allebei hartstikke groot zijn, gaat het heel erg snel. En daarom is een explosief explosief. Nou, genoeg hierover. Ik denk dat je hier wel wat mee kan. Doeg!